In de nacht van 8 op 9 mei 1941 werd een Britse bommenwerper met Poolse bemanning neergeschoten en stortte in het IJsselmeer. Afgelopen zomer zijn de resten van het vliegtuig op unieke wijze geborgen. Ongeveer 900 vierkante meter IJsselmeer werd hiervoor door middel van een damwand drooggelegd. Vorig jaar het Raap, archeoloos bedrouw, het een hele grote onderzoek te dienen. Nou, dat ben gekoppeld aan Ruud Kok, die bij Raap werkt en Machine Twaan. Hebben wij het boek skreun. Ruud het fjouwerhaartstikken skreun. En ik, ja, dat klinkt wat raar, een stuk of tof, maar ik heb de interviews gehad met de mensen die ja, dat dienen, zeg maar steeds. Het mooie is dat er ook een oin in het boek zit, dat de definitieve identificatie er ook in zit. En kapitein Geert Jonker van de bergingsdienst, ja, die wil ik wel genegen om ja, zeg maar het boek, nou ja, meer of meer de primeur te Jan van de identificatie. En dit is vandaag een waardige afsluiting. Ja, mooier kan het eigenlijk niet. Het mooie in dit verhaal ook is dat de jeugd erbij betrokken is. Die vervolgens het verhaal meekrijgt. Daardoor ook iets meer leert. Ook over wat onze waarden zijn. En waarom herdenken we uiteindelijk? Waarom zijn we nog steeds op zoek naar de vermisten? En vervolgens zijn alle delen verspreid gegaan richting verschillende musea's. En sommige mensen vragen dan van ja, maar waarom doe je dat? Want het is één vliegtuig geweest. En, nou, juist daarom. Zodat het verhaal een veel breder publiek gaat bereiken dat we niet moeten vergeten.